RS6, dat is veel donder. Enge bochten, krijg 200. Ik hoef 4 kids en wel 2 honden. In de ring, ik geef je 2 rondes. Speelskeer, maar heb voor Gallardo. Maar ik hurry je op, ik wil die Hurricane of Aventador. Ja, dames en heren, gaan we even driften hier. Even een rondje driften in de bergen. Driften in de bergen is altijd leuk. Met de auto. Gaan we een rondje driften. Gewoon straks door een bocht heen. En die bocht is best wel lastig om te nemen, want kijk. Kijk hier, kijk, daar gaan we al. En daar staan we in de berm. En ik kan hem hier zo driften als ik wil. Doe ik gewoon zo, met z'n 3. Handrem pakken, handrem erop, ho, kak. Ja, kaksel hoi. Nu staan we vast. Ik moet hem even opnieuw opstarten. En dan staan we weer. Dat was iets te hard met gas in de bocht. Is dan wel mooi geparkeerd. En dan gaan we weer. Daar gaan we.
een beetje lastig hoor jongens, want je moet heel goed gefocust zijn. En kijk, we hebben een rotonde. Even handrem, handrem. Ja ja, en de rotonde drift is ook leuk. Even een beetje driften, hoppakee. Even driften, jongens. We zullen even een andere auto pakken. Ik heb een beetje last van mijn keel. Ik ga zo een andere auto pakken en dan... ja, andere auto pakken zo hoor. Als we dit stuk hebben gedrukt.
Gaan we een andere auto pakken? Gaan we even een andere auto pakken? En misschien ook een andere weg waar we kunnen rijden? Dat lijkt me ook wel leuk om te doen. Gewoon even een andere weg pakken. Hoppakee. Dat hebben we gehad. Dit gaan we even niet doen. Wat we nu gaan doen is even een andere auto pakken. Want we hebben nu deze. We hebben ook nog deze. Deze kunnen we denk ik kopen. Maar die is niet mooi. Deze is level 5. Ook 5. Ik ga even kijken. Ja. Dit is de Skyline. Kunnen we ook nog niet kopen. Dit is als het goed is een Opel of zo. Nee. Het is een andere. Dit is de Skyline. Kijk. Dit is de Skyline. Je moet als het goed is ook een Subaru in zitten. Of een Supra bedoel ik. Dit is als het goed is de Supra, maar dat weet ik niet zeker. Gaan we verder. Daar heb ik dus niet genoeg geld voor. Munten, dus die kunnen we niet kopen. Deze kunnen we ook niet kopen. Het is een vrachtwagen. Dit is een Subaru. Dit is een Mitsubishi. Dit is een Nissan. Dit is volgens mij ook een Nissan. Dit is de Subaru. Subaru. Dit is de Supra. Zo eentje. Dan heb je ook deze. Hier heb je wat dikke auto's in, kijk maar. Audi R8. We gaan met deze rijden, denk ik. Misschien deze even kijken wat je hier kan aanpassen. Oh nee, dat gaan we niet doen. We gaan toch even een andere kleurtje erop zetten.
Gaan we dit kleurtje doen. Dit is wel mooi. Met deze rijen. Stop even terug. Dan gaan we deze. En dan driver. Is ook wel goed. Dus je hebt geen geld genoeg. Dan zetten we de auto maar zo. En daar hebben we net niet genoeg geld voor. Maar dan maakt dat even niks uit. Gaan we heel even deze. Gaan we heel even een wedstrijdje rijden. Alleen ik weet niet of dat met deze auto nu kan. Ik weet niet of deze auto überhaupt kan driften. Moeten we even kijken. Klinkt lekker. Gaan we naar menu. Ik ben zo even bij jullie terug. We rijden nu op het ijs. We rijden op het ijs. We glijden ook als een gek. Ja.
dames en heren, dat was de video. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren hier beneden. En dan check ik jullie bij een gloednieuwe video morgen. En dan laat even weten onder de reacties wat jullie van deze video vonden. Tot de volgende video. Bye.